De gemeente Teylingen en Lisse bieden leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs het unieke lespakket OV4U aan. Onder het motto jong geleerd, oud gedaan maken kinderen met dit lespakket al op jonge leeftijd kennis met het openbaar vervoer. De eerste lespakketten werden uitgereikt door wethouder Adrie de Roon en Kees van Velzen. Een lespakket OV4U is net uitgereikt. Wat is het idee hierachter? Dat is tweeledig. Het idee erachter is dat kinderen zelfstandig gaan reizen. Dat willen we bevorderen. En het andere idee erachter is dat het mogelijk voor een deel in de plaats gaat komen voor leerlingenvervoer. Dus het heeft het mes snijdt aan twee kanten in dit geval. Lespakket OV4U is net aan u overhandigd. Is dit voor deze leerlingen nodig? Nou, dat is zeker nodig. Ja, ja. Het is vooral deze leeftijdsgroep. Die heeft natuurlijk al wel heel wat jaartjes in een busje gezeten. Lekker makkelijk thuis opgehaald en dan op school afgezet. Maar wij vinden zelf ook op school dat ze op een gegeven moment moeten leren om zelf te kunnen reizen. Meneer de Roon, zijn er nu nog te weinig leerlingen van speciaal onderwijs die met het openbaar vervoer naar school komen? Nou, ik zou daar geen oordeel over willen geven of het te weinig is. Maar we denken wel dat het mogelijk is dat er meer kunnen worden dan nu. Maar dat vergt enige stimulering. En dat is wat dit pakket beoogt. Een stukje op weg naar zelfstandigheid. Ja, natuurlijk. Ja. Het is toch prachtig dat je dan helemaal zelfstandig met de bus naar school kan. Jullie hebben alles mogelijk gemaakt, daarom ook die OV-chipkaart. En ze kunnen in ieder geval op weg. Precies, en dat is ook belangrijk. We hebben die chipkaart stellen we beschikbaar. Dat bekostigt de gemeente ook, zolang zij recht hebben op leerlingenvervoer. En we hopen dat daar gebruik van gaat worden gemaakt. Je hebt nu al 3 leerlingen in de klas die met het openbaar vervoer naar school komen. Laten we een halfjaartje in de tijd kijken. Hoeveel hoopt u dan dat we naar school komen met het openbaar vervoer? Dan hoop ik natuurlijk wel dat het er een paar meer zijn. Ja. Gokt u eens? Ja, nou, misschien nog 3 erbij. Okay. Ja, daar ga ik voor voorlopig. U zei een halfjaartje terug om te kijken hoeveel er met de bus gaan? Nou ja, het is wel interessant om te kijken of dit werkt. En we hebben nog meer scholen, dus we willen heel graag dit verder uit laten waaien over de hele Bolstreek. En het zijn nu Lisse en Teylingen die aftrappen. Maar ik hoop straks dat alle gemeenten meedoen in de Duinenbollenstreek.